Bewoners van de dorpen Drepada, Tapuripa, Asigrong, Boslanti en Compagnie hebben afgelopen vrijdag bij minister Edgar Diekan van regionale ontwikkeling geklaagd over een concessie die is uitgegeven. De groep ziet graag dat de toestemming die is verleend door de overheid weer wordt ingetrokken. De bewindsman heeft toegezegd de kwestie onder de aandacht te brengen van zijn collega van Natuurlijke Hulpbronnen. Delegatieleider Ruben Pinabasha van Tapuripa zei dat het leven van de dorpelingen wordt verstoord vanwege de uitgifte van de concessie. Hij gaf aan dat de vrouwen binnenkort het gebied waar ze planten moeten verlaten van de concessiehouder. Hierdoor zullen de vrouwen inkomsten mislopen. Minister Diekan onderkent dat de situatie zorgwekkend is. Hoewel de uitgifte van concessies niet binnen de portefeuille van RO valt, wil hij zich wel inzetten voor een oplossing.